Nou, en hier dus een heel bijzonder taartje ook. Ja. Vertel. Ja, een citroentaartje met een boterkoekbodem. Ja. En hoe ga je die bodem nou maken? Want ik zie je al flink drukken. Ja, die bodem is eigenlijk al bijna klaar. Die heb ik gemaakt met de koopmansmix voor boterkoek. Ja. En dan maak je een deegje van met wat boter, uiteraard. Anders is het geen boterkoek. Logisch. En het is makkelijk om even te laten rusten in de koelkast. Zodat je dan het deeg wat makkelijker kan verwerken. Mm-hmm. En dat druk je gewoon op de bodem uit in een springvorm. Dat is alles. Ja, maar dan een klein randje zo. Dit gaat dan zo gewoon in de oven? Nou, er moet eerst nog een vulling in. Want de citroenvulling bak je direct mee in dit geval. Okay. Ja, dit is bloem met ei. Okay. Er mag citroensap bij. Van 2,5 citroen ongeveer. Het is eigenlijk een soort lemmekeurt. Ja, dat zeg je nou wel zo simpel. Ja. Maar ik had nooit geweten hoe je dat moet maken. Dus het is heel goed om het eens te zien. Het is ei, suiker, citroensap en een beetje bloem voor de binding. En je hoeft er dus ook niet te koken, je hoeft niet warm te maken. Je hoeft het niet zo luchtig op te kloppen. En ik vind het lekker om een beetje citroenrasp. Ja, jullie hebben ook met de citroenrasp vandaag. Ja, met allebei. Ja. Okay. We hebben niet eens afgesproken. Het wordt ook heerlijk. Ja. Nou, dit giet je erin. Lekker simpel. Het is gewoon een dun laagje. Mm-hmm. En het wordt natuurlijk wel wat hoger nog in de oven. Verdeel je een beetje zo. En deze bak je af. Die gaat zo in de oven? Ja. Dus die doen we er eventjes in. Super. Hoe lang gaat die in de oven? 40 minuutjes. Oké. Okay. En dan als die klaar is, dan ga je dan met de topping nog doen. Die witte room komt natuurlijk nog op. Mm-hmm. Nou, dit is crème fraîche. En er gaat een poedersuiker bij. Oh, ja, wat wel essentieel is, dat je eerst die taart laat afkoelen. Want anders gaat het natuurlijk helemaal mis. Oh ja, natuurlijk. Het is wel belangrijk. Anders dan smelt dit helemaal weg. Ja, absoluut. Poedersuiker en een klein beetje citroensap. Want je wilt toch fris. Een beetje fris houden. Een beetje fris en zoet. Mm-hmm. En dan ga je dat erop doen. Maar dat vind ik zo mooi. Dat is een ja, dat is een trucje inderdaad. Ja. Ik had een draaischijfje hoor. En dan doe je met een mes. Ga je hem even heel mooi zo even aansmeren. Maar het maakt het wel helemaal af. En ook heeft die raspjes erop. Hè? Ja, nou heb jij gezegd met citroen vandaag. Maar de kijkersvraag ook thuis voor jullie is van... hoe kan je hem nou nog anders vullen, die taart? Heb je nog een andere tip? Ja, met geen citroen met die boterkoek kun je natuurlijk echt super veel dingen doen. Het is ook leuk lekker om met nootjes te maken. En ik vind hem lekker met kokos. Oh ja, dat is ook lekker. Ja, of zo'n klassieker met gember. Is altijd goed. Dan heb je, dat is ook echt wel comfortfood. Maar zo het is wel leuk om ermee te variëren. Want een boterkoek, het is wel lekker. Maar het is wel leuk om er wat iets anders mee te doen. Absoluut. Ja.